Vier dagen lang ging Breda helemaal los op de 50ste editie van het Breda Jazz Festival. In deze Breda in Beeld kijk je samen met ons terug op een editie om nooit meer te vergeten. Wat is het ongelooflijk fijn om hier na 2 jaar afwezigheid weer te staan. En we staan weer in het zonnetje. Het is weer fantastisch weer. En dat blijft het de komende dagen. Het koelt een beetje af. Hè. Dan kunnen we het weerbericht maar gehad hebben. Dus zaterdag en zondag misschien een extra t-shirtje eronder. Ja, 50 jaar Jazz Festival. Dat is echt heel uniek. Het grootste festival, gratis festival in de stad, 50 jaar al bestaan. Geen enkele stad doet daarna. Dat geeft aan dat het jazzfestival echt gedragen wordt door de stad. Het is van heel Breda, iedereen komt samen en wat dat betreft is het een festival om trots op te zijn. Gewoon net iets over bier? Ja, dat moet er ook zijn, dat hoort erbij. Toch? Volgens mij hebben jullie dorst, hè? Zonder drank geen klank, zeggen wij altijd. Nou, jij bent al fan van Breda, hè? Ja, ik kom er best. Nou, vaak. Ik kom wel een paar keer per jaar. En hier kom ik eigenlijk altijd. Dus ik zat net nog in de trein een beetje herinneringen op te halen en zo. Ik vind het altijd een superleuke sfeer. En ik ga er met veel plezier hier naartoe. Mijn overgrootvader die begon hier al in 1923. We zitten bijna 100 jaar op de toren. En ik ben dus de vierde generatie in mijn familie. En mijn vader die was de eerste die ging spelen op het jazzfestival nu 50 jaar geleden. En die heeft dat, en ik heb dat stokje van hem overgenomen. Dus dat is echt een traditie, 50 jaar jazzmuziek. Het jazzfestival in Breda, 50 jaar de opening van het jazzfestival vanaf de Grote Toren. Na die 50 jaar is het publiek in Breda ook wel dermate opgevoed dat ze weten wat ze kunnen verwachten en die gaan er echt voor zitten. En niet alleen uit Breda, net heb ik een paar Duitse mensen gezien uit Engeland, uit Frankrijk. En die komen allemaal speciaal hiervoor naar Breda en die komen met een verwachting. En als je die inlost, dan is iedereen blij, wij muzikanten en het publiek ook. Het is een wisselwerking en daarin is Breda wel uniek in die ambiance. Ja. Eigenlijk gewoon carnaval 2.0. Dat is het echt. En carnaval 2.0. Zo voelt het wel, zo voelt het wel. Ja, zo voelt het wel. Ja, zeker, zeker. Wat maakt die muziek dan zo leuk? Ja, alles bij elkaar, het ritme. Dat is gewoon formidabel. En het is in Breda, hè. Breda is het mooiste wat er is, hè? Ja. Gezelligheid, mensen onder elkaar, heel gezellig. Ik vind het geweldig hier. Heren, hoe is het op dit college? Hoe is de sfeer? Hoe is de sfeer? Goed.
goed? Ja. Daar hebben de kijkers echt veel aan. Nee, goed. Hoe bevalt het jazz een beetje? We zijn er net, maar tot nu, dus ik heb nog geen enkele nummer gehoord. Oh, dat maakt niet uit. Wat niet is, kan nog komen. Ja, daarom. Dat is wel het plan. Want ben je een vaste jazzfestivalbezoeker? Wanneer was de laatste keer? 2019. Dan waren we er ook. Dat was volgens mij voor het eerst. Dus de tweede keer nu. Oh, dus het beviel? Het was leuk. Ja, zeker. Jullie gaan nog wel het centrum in of blijven jullie lekker hier bij het kleedje in het Valkenberg? Nee, we gaan nog wel het centrum in. Okay. Absoluut. Tot in de late uurtjes? Hoop ik wel. Wat brengt u hier nou eigenlijk vanavond? Lekker genieten van de muziek. Yes, en waar kijken we naar? Ja, op het moment naar niks. Oh, hallo. Goedemiddag. Mag ik u een vraag stellen? Natuurlijk. Breda Jazz Festival 2022. Het is vandaag de laatste dag. Ja. Bent u er al een aantal dagen? Ja, dit is de vierde dag. Ja. De laatste dag, hè? De laatste dag, ja. Het weer zit een klein beetje tegen, maar dan mag de pret niet drukken, denk ik. Absoluut niet. En er is altijd nog een paraplu. Dus, ja. En wat is het mooiste dat u de afgelopen dagen voor uzelf hebt gezien? Bijna alle bands. En ik heb ook meegeholpen, dus dat vond ik ook heel speciaal voor de eerste keer. Als vrijwilliger mee te doen, ja, het was gewoon gaaf. En wat een sfeer.